Ik ben het hardst geschrokken van de politieke aardverschuiving in Wallonië. Ik denk dat niemand onder ons dit zag komen. Emmer en Les Engagés winnen de verkiezingen in Wallonië. De drie linkse partijen verliezen. Dat betekent dat, wat De Wever zei over België, dat er twee zogenaamde democratieën bestaan, eigenlijk niet langer opgaat. De verrechtsing in Wallonië is ook een feit. Twee. Het goede verkiezingsresultaat van de links-progressieve partijen in onze steden maken duidelijk dat een links-authentiek verhaal ook harten en geesten kan veroveren. Maar drie, ten aanzien van het goede verkiezingsresultaat in onze steden, zie de immense populariteit van radicale rechts in de meer landelijke regio's. Dat is niet enkel een Vlaams-Belgisch fenomeen, het is iets wat zich in Europa voltrekt. Heel wat mensen uit de suburbane regio's voelen zich onvoldoende erkend en gerepresenteerd en radicale rechts capteert het meest en het best dit politieke ongenoegen.